Ik ben op dit moment bezig met de oude gevelreclame van Miss Blanche in Berg op Zoom. Het mooiste van de restauratie vind ik dat je echt gewoon de creativiteit van je voorganger volgt. Dus je moet eigenlijk echt in de huid van de kunstenaar misschien al van 100 jaar geleden duiken. Om precies op diezelfde manier, op diezelfde penseelstreken zo te maken, zoals hij dat toen ook bedacht heeft. Op zich zijn het allemaal wel tijdelijke dingen. Of het wordt schoongemaakt of het wordt overheen gespoten. Het is toch uiteindelijk iets wat niet maatschappelijk geaccepteerd is eigenlijk. En nou, dat willen ze weg hebben natuurlijk. Ik ben het gewoon vanaf het begin gewend dat het gewoon eendagsvliegen zijn. Dat het gewoon heel snel weg is.